We gaan e-mailen naar Evernote. Wat je hebt is binnen je webaccount van Evernote, waar je inlogt via evernote.com, kun je rechtsbovenin klikken op het witte driehoekje wat je hier ziet staan. Daarmee ga je naar account instellingen en kom je hier bij account overzicht. Beetje naar beneden scrollen en je ziet staan e-mail notities naar. Kopieer dat e-mailadres naar je adressenboek in bijvoorbeeld je Gmail. Heb je dat gedaan, dan kun je op een hele eenvoudige manier berichten naar Evernote e-mailen. Mijn titel schrijf ik in zoals dat ik dat normaal gesproken altijd doe. Heb ik een bewust notitieboek waar ik iets naartoe wil mailen, dan gebruik ik het @-teken. Dan een spatie, dan vervolgens de naam van het notitieboek en eventueel kan ik er nog een tag aan hangen. Ik kan hier vervolgens mijn tekst invullen en ik klik op verzenden. Nu is het afhankelijk van de synchronisatie en de snelheid waarmee dat e-mailtje wordt verzonden uiteindelijk, dat ik de e-mail kan ophalen binnen Evernote door te synchroniseren, hier bovenin met de synchronisatieknop. Nou, zoals je ziet, deze komt vrij snel binnen. Dan kan het voorkomen dat ik ideeën heb over de tijd heen. Ik heb geen Evernote bij de hand, maar ik heb wel webmail. Ik kan dan een aanvulling maken op deze e-mail door middel van het volgende. Ik heb weer mijn e-mailbericht. Ik schrijf. Ik gebruik dezelfde titel als die ik daarnet ook had. Ik gebruik de notitieboeknaam die ik daarnet ook had en de tag. Vervolgens hoef ik alleen nog maar een plus in te geven achter het bericht, waarmee ik dus aangeef van luister, dit is een aanvulling. En let op, hier tussenin zit een spatie tussen het @-teken en de naam van het notitieboek. En ik vul mijn bericht aan. Ik klik op verzenden. Het bericht is verzonden. Ik kan weer terug naar Evernote gaan en ik ga synchroniseren. Afhankelijk van je database duurt het natuurlijk heel eventjes. En hierin zie ik nou dat mijn bericht is aangevuld met het bericht wat ik net had. Als test stel je voor dat ik wel de naam van het notitieboek weet, maar ik weet niet de naam van mijn tag meer. Vul hem dus in zonder mijn tagteken. Ik klik op verzenden. E-mail wordt verzonden. Ik ga terug naar het bericht zelf. Ik sluit deze heel even af. Vervolgens klik ik op synchroniseren. En krijg mijn tweede aanvulling bij. Zoals je ziet, Evernote kijkt naar de titel van het bericht en dan uiteindelijk het notitieboek. Kan hij binnen een notitieboek dat bericht vinden met dezelfde titel, vult hij hem daar gewoon op aan. Enorm handig vooral als je op reis bent, je hebt geen Evernote bij de hand en je hebt wel e-mail en je wilt gewoon direct iets doormailen vanuit je Gmail naar je Evernote toe. Succes ermee, laat me weten wat je ervan vindt en veel succes.